Waarom sterven mensen zinloos in medische testen? Dit is de Universiteit van Nederland. Goedenavond. Welkom wederom. Waar ik vandaag wat wil vertellen is over medische testen, klinische trials. En u heeft hier allemaal wel eens van gehoord, want ik vrees dat u wel eens heeft gehoord op dit moment van het Ebola-virus. Een virus dat op dit moment woedt in Afrika. Een virus zoals er wellicht al velen zijn geweest en er ook weer nieuwe zullen komen. Een virus waar we geen behandeling voor hebben op dit moment. En op dit moment is het kennelijk zo dat ongeveer 10% van de mensen dit virus, een besmetting met dit virus, overleeft. En de rest van de mensen gaat, jammer genoeg, tragisch overlijdt. Men is hard op dit moment op zoek naar een nieuw medicijn tegen dit virus. Dus een medicijn waarvan we hopen dat er uiteindelijk meer mensen zullen zijn die de ziekte zullen overleven. En nu is de vraag natuurlijk, wat gaat zo'n medicijn doen? En een van de logische vragen zou zijn, stel nou dat er een medicijn is waarbij de kans op overleven 20% is, maar er is ook een kans dat als u nu het medicijn krijgt, en ik geef het aan u, u eet het op, dat u meteen dood neervalt. Zou je dat dan doen? Ja of nee? Zou je het nieuwe medicijn proberen of juist voor je 10% gaan en wellicht iets meer tijd hebben? Dit zijn allemaal afwegingen die je moet maken over behandelingen, hoe gaan we om met ziektes. En het zijn afwegingen die uiteindelijk volledig gebaseerd zijn op kansen. Namelijk, wat is de kans dat er iets gebeurt als u dit medicijn neemt? Wat is de kans dat er iets gebeurt als u een ander medicijn neemt? En hoe wij dit probleem traditioneel in de medische wetenschap, en ik maak het iets simpeler dan het is, maar de traditionele manier van hoe wij dit oplossen, is door wat heet de klinische trial. Wat is een klinische trial? Het is vrij simpel. Stel, we hebben twee medicijnen. En dit is ooit gebeurd bijvoorbeeld met een medicijn dat heet Atenolol. Een tijd geleden, een jaar of 20 geleden, is dit getest in de VS. Het is een medicijn tegen acute hartstilstand. En er zijn ongeveer 6 miljoen mensen kennelijk die op de intensive care komen met dit soort klachten. Ieder jaar in de VS. En wat zij deden was kijken of Atenolol, een nieuw medicijn, beter werkte dan niet behandelen. Om dit te bekijken gaven zij 10.000 mensen Atenolol en 10.000 mensen behandelden ze verder niet. Uiteindelijk gingen er in de placebo-groep, dus de groep die geen verdere behandeling kreeg, daar gingen 450 mensen dood. En in de Atenolol-groep gingen maar 400 mensen dood. Oftewel, het was enigszins duidelijk, Atenolol zorgt voor minder doden dan de placebo. En als u erover nadenkt, dan is het toch jammer dat er 50 mensen kennelijk zijn gestorven voor ons om die kennis te vergaren. Dat het toch zo is geweest dat we een aantal mensen suboptimaal hebben behandeld. Die hadden we anders behandeld als we de kennis al hadden gehad. En ik wil vandaag proberen u iets meer na te laten denken over wat zo'n klinisch trial is. En of dat eigenlijk wel een goede strategie is om zoveel mogelijk mensen uiteindelijk beter te maken. En daarvoor ga ik werken met deze twee mooie potten medicijnen. En ik heb er hier één. En er staat 10% medicijn A. We gaan even gewoon een ziekte bedenken. Een ziekte. Één medicijn. Medicijn A. Medicijn A, als u dat neemt, dan is uw overlevingskans 10%. Medicijn B, als u die neemt, dan is uw overlevingskans 50%. Nou, welke zou u nemen? Lijkt me vrij logisch. B. Het probleem is echter, dit weten we meestal niet. Dit zijn de soort van theoretische, werkelijke kansen op overlijden. Maar die weten we niet. Als we medicijn A en medicijn B hebben, dan moeten we die kansen op de een of andere manier leren om een beslissing te maken. En wat ik met u wil doen, is even doornemen hoe zo'n beslissing eruit ziet en wat eigenlijk de implicaties zijn van zo'n beslissing en het effect van een klinische trial. Ik ga proberen u iets uit te leggen over het effect van een klinische trial en na te laten denken over hoe maken we nou een goede keuze
tussen die A en die B. Laten we er even van uitgaan dat er voor deze ziekten die wij hebben bedacht ongeveer 1 miljoen mensen zijn waarvan wij verwachten dat we ze ooit zullen behandelen. Dat is dus de hele populatie, alle mensen die ooit deze ziekte kunnen krijgen. En laten we er verder van uitgaan dat we deze twee medicijnen hebben. Eentje is 10% effectief en eentje is 50% effectief. We weten alleen niet welke. Ik ga het ook even aan de andere kant opschrijven. Wat gebeurt er nou als wij een klinische trial doen van een bepaalde lengte? Ik zei net, bij de atenolol trial had men 10.000 mensen een placebo gegeven en 10.000 mensen atenolol. Dat zou er ongeveer op neerkomen dat ik een test doe die zo lang is. Ja, ongeveer 20.000 mensen in die test. Maar ik wil je eerst even meenemen en gewoon in het gedachte-experiment. Wat gebeurt er als ik een vele malen langere trial doe? Wat gebeurt er als ik random, met een kans van een half, mensen medicijn A en B geef en ik doe dat voor de hele populatie? Dus mijn trial wordt 1 miljoen mensen lang, 500.000 mensen A, 500.000 mensen B. Hoeveel mensen, of hoeveel procent van de mensen, overleeft het dan ongeveer? Dat zal wel ongeveer 30 zijn. Want in de ene groep was het 10, in de andere groep was het 50. Het gemiddelde daarvan is 30. Dus als ik iedereen in mijn test opneem, dan overleeft maar 30% van de mensen het. Nu wil ik het andere extreem bekijken. Het andere extreem is namelijk, ik doe een test met 0 mensen. Ik doe een test met 0 mensen. Wat houdt het in om test te doen met 0 mensen? Nou, laat ik een muntje pakken, het muntje opgooien, het muntje vangen. Nogmaals, het is gewoon fictief, een muntje opgooien, vangen. En als het kop is, geef ik mensen medicijn A, iedereen die voortaan binnenkomt. En als het munt is, geef ik mensen medicijn B, iedereen die voortaan binnenkomt. Nou, wat zijn dan de overlevingskansen? Nou ja, het is ofwel 10% voor iedereen, ofwel 50% voor iedereen. Beide met een kans van een half. En nu moet u één stapje maken om iets generieker te denken. Niet alleen over deze twee medicijnen, maar over allerlei soorten medicijnen die wij testen in de wereld. Wij doen de hele tijd dit soort testen. En over een heleboel van dit soort testen heen, wat is dan de kans dat mensen al of niet overleven? Dat is het gemiddelde tussen die twee dingen. Want de helft van de keer heb ik het goed, de helft van de keer heb ik het fout. Oftewel, ook dan zit ik op 30%. Ik heb nou laten zien, en ik hoop voor u gemotiveerd, als ik een hele lange trial doe, dan overleeft 30% van de mensen. Dat is in ieder geval de verwachting. En als ik een hele korte trial doe, dan heb ik precies dezelfde verwachting. Wat we hopen te bereiken natuurlijk met onze klinische trial, is dat naarmate die trial groter wordt, we een hoger aantal mensen dit laten overleven. En het lijntje is niet zo heel mooi, dus ik ga hem nog één keer proberen. Probeer een beetje bij die 30 uit te komen. Dat er ergens een punt zit waarbij we niet zomaar random een beslissing nemen door een muntje op te gooien. Maar we nemen namelijk een beslissing op basis van de trial. Maar dat we ook niet zo lang een trial doen dat we wederom bij die laatste 30% uitkomen. Dat we iedereen hebben uitgenut. We hopen dat er ergens een punt is in die klinische trial waarbij we zoveel mogelijk mensen laten overleven. Dat is het aantal mensen wat we in die trial willen hebben. Nou, heb ik goed nieuws voor u. Het is vrij makkelijk om dit aantal mensen uit te rekenen. Dat het precies op die top zit. Dat is vrij makkelijk, mits u weet dat de ene 10% is en de andere 50%. Maar dat was juist het probleem. Dat wisten we niet. Als we dat wisten, hoefden we helemaal geen trial te doen. Dan waren we sowieso wel voorbij gegaan. Dus het probleem is dat we helemaal niet kunnen uitrekenen hoe goed we moeten zijn. En dat de onderzoekers die de atenolol trial deden helemaal niet weten of zij wel op dit goede punt zitten. Oftewel, ze weten niet zeker uiteindelijk of zij een goede keuze hebben gemaakt. Maar wat ze vooral niet weten is, hebben we wel genoeg mensen gebruikt om de afweging tussen een random keuze, als je een hele kleine trial doet, ofwel het behandelen van een hele populatie, de helft daarvan in het experiment, met het verkeerde medicijn, of zij op het goede punt zaten in die afweging. Dat is een probleem bij klinische trials, dat het niet te bepalen is hoeveel mensen erin moeten. Maar een veel groter achterliggend probleem is dat de klinische trial gemaakt is om het volgende te doen. Wat een klinische trial doet is, stel ik neem een klinische trial van 20.000 mensen en 10.000 mensen krijgen A en 10.000 mensen krijgen B.
Wat ik dan kan doen, is de kans op A schatten en de kans op B schatten. En die klinische trial is eigenlijk de beste methode om die twee kansen te schatten. Alleen ons probleem is niet per se het schatten van die kansen. Ons probleem is zoveel mogelijk mensen laten overleven. En daarvoor is het misschien goed om iets wat niet lijkt te werken, dus waarvoor de kans laag lijkt, om daar minder mensen aan toe te schrijven, om die minder te gaan voorschrijven. Dus we willen niet zozeer heel goed die kansen schatten door die trial te doen. En PA en PB gegeven de grootte van de trial zo goed mogelijk te schatten. Wat we eigenlijk willen is een strategie waarbij over die hele populatie heen zoveel mogelijk mensen overleven. En gelukkig zijn dat soort strategieën. Er zijn strategieën die ongeacht de grootte van de trial, omdat het namelijk geen trial is, een aantal mensen laten overleven wat hoger is dan het optimale punt van die trial. En om u een beetje intuïtie te geven voor zo'n strategie, wat er eigenlijk gebeurt is het volgende. Ik begin met een patiënt die binnenkomt, random, al of niet, A dan wel B te geven. Random, ik bedoel, ik gooi een muntje op, kans van een half op A, kans van een half op B. Als de patiënt medicijn A krijgt en medicijn A werkt voor deze patiënt, oftewel de patiënt wordt beter, wat ik dan doe bij mijn tweede patiënt, is wederom een muntje opgooien, maar een muntje die gebiased is, zo heet het, die een iets grotere kans heeft op kop. Dus de kans op A wordt net iets groter. Ik maak geen definitieve keuze dat ik voortaan iedereen A geef, dan had ik een hele kleine trial gedaan. Maar wat ik doe is de kans op A net iets groter maken, de kans op B net iets kleiner. Dan schrijf ik weer mijn medicijn toe, kijk ik of A dan wel B, hè, want een van de twee zou gekozen kunnen worden. Beter werkt, werkt B, of schrijf ik B voor en die werkt, dan maakt de kans op B weer wat groter. Doe ik nog een keer B, maakt de kans op B nog groter. En zo ga ik de hele tijd over mijn hele populatie heen alleen maar de kansen aanpassen van de voorschrijving van medicijn A of medicijn B. Dat is een strategie die uiteindelijk tot een beter resultaat in de zin van het aantal mensen dat overleeft, leidt dan de klinische trial. Nou kunt u zich afvragen, waarom doen we nog klinische trials? Als dit zo'n soort van duidelijk verhaal is en je kunt meer mensen laten overleven. Er zitten wat praktische haken en ogen aan deze strategie. Een van de praktische logistieke dingen is dat iedere apotheek medicijn A en medicijn B altijd op de plank moet hebben. En het is juist wel fijn als we op een gegeven moment kunnen zeggen, oké, we gaan altijd A doen. Die gaan we steeds goedkoper ontwikkelen. Vanaf nu is het A. Een tweede is, en die is misschien voor u persoonlijk, mocht u ziek zijn, nog veel vervelender, is dat het misschien zo kan zijn dat medicijn B het veel beter doet. En dus de kans dat mensen B krijgen veel hoger is. Maar omdat we niet volledig zeker weten dat B de beste is, is er een hele kleine kans dat jij toch medicijn A krijgt. Oftewel, je kunt de gegevens opzoeken en zien dat met medicijn B 50% van de mensen ongeveer overleeft. Dat is de stand van de kennis op dat moment. Met medicijn A maar 10%. En de huisarts schrijft jou vrolijk A voor. Omdat dat uiteindelijk over een hele populatie heen tot minder doden leidt. Dat is voor het individu waarschijnlijk vervelend. Maar er zijn dus strategieën, anders dan een klinische trial, die weliswaar wat praktische bezwaren, maar die wiskundig in ieder geval tot een hoger aantal overlevenden leiden dan de klinische trial. En ik hoop u enigszins te hebben laten zien waarom dat in zit. Dat zit hem erin dat we moeten afwegen bij de klinische trial of we een hele kleine test doen waarbij we de kosten van het testen minimaliseren, maar misschien een verkeerde keuze maken, versus een hele grote test waarbij we wel degelijk een goede keuze waarschijnlijk kunnen maken, of een steeds betere keuze, alleen de test heel kostbaar is. Dat zijn twee dingen die we tegen elkaar moeten afwegen. En die kun je eigenlijk niet afwegen door een definitieve keuze te maken. Want ongeacht hoe groot je test, als je een definitieve keuze maakt, is er een kans, hoe klein dan ook, dat die definitieve keuze fout is. En als je daarna iedereen die nog komt behandelt met het verkeerde medicijn, dan zullen er te veel mensen sterven. Dit is één manier om na te denken over klinische trials en over het voorschrijven van medicijnen en wat kansen daar voor effect op hebben. En ik hoop u enigszins te hebben laten nadenken over wat een klinische trial doet, namelijk die kansen schatten, en waarom die misschien niet doet wat die zou moeten doen, namelijk zoveel mogelijk mensen laten overleven. Met daarbij het praktische bezwaar dat het af en toe logistiek wellicht handig is om toch een keuze te maken. Daar wil ik het voor nu bij laten. In het volgende college ga ik u wat meer vertellen over eigenlijk
hoe u in het casino zoveel mogelijk geld kan verdienen. Dank u wel.